De medicamenten uit India roepen ook vragen op in de Nationale Assemblee. Onlangs heeft de regering 10 containers met medicamenten uit India ontvangen. ABO-parlementariër Edward Belfort benadrukte dat het parlement in dienst staat van de gemeenschap. En de gemeenschap wil weten hoe betrouwbaar deze medicamenten zijn. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser zegt dat er veel ruis is over deze medicamenten. En de WHO, een gezondheidsorganisatie, heeft niet 1, niet 2, maar liefst 5 waarschuwingen van medicamenten, voornamelijk hoestdranken uit India, gegeven. Waarbij in Afrika kinderen die hoestdrank hebben genuttigd en zijn doodgegaan. Ik wil via u vragen aan de regering. Goed. Wie de medicamenten gaat testen, want we hebben begrepen, BGVS heeft niet de expertise, voorzitter. Er is maar één instantie voor mij die hierover een uitspraak moet doen. Dat is de farmaceutische inspectie. En niet een lab die we niet weten wat de kwaliteit is. Dus ik ben blij met die opmerking dat de minister hier uit tekst en uitleg komt geven. VHP-parlementariër Cheryl Dijkstil haalde aan dat er goede informatie naar de gemeenschap gebracht moet worden. Ze gaf aan dat de waarschuwingen van de WHO niet zijn over de medicamenten die India heeft geschonken. We moeten geen misleidende berichten hier verspreiden. We hebben een probleem met medicamenten, voorzitter. En het is niet gebleken dat de waarschuwingen van de 5 medicamenten vanuit de WHO, dat correspondeert met die medicamenten die in die containers zitten. Goed, nou, AUB, voorzitter. DNA-voorzitter Marinus B. liet weten dat de minister van Volksgezondheid op de vragen zal reageren.